De populairste zanggroep van Vlaanderen, de Strangers, bestaan 30 jaar. Een reuze verjaardag die niet onopgemerkt voorbij mag gaan. Het winkelcentrum Kiel besloot de Kielse reuzen terug tot leven te roepen. Dit in de verpersoonlijking van de reuze Kielenaars, de Strangers. Een kunstacademie uit het Antwerpse ontwierp de reuzenhoofden van de zangers. De rompen werden gevlochten door een van de laatste mandenvlechters uit de Ruppelstreek, terwijl een plaatselijk naai-instituut de reuzen aankleedde. Op 3 augustus was het zover. Niemand minder dan minister Poma aanvaarde het peterschap over de reuzen. Er was doopsuiker voor alle aanwezigen, waaronder heel wat prominenten. Schepen Juliams opende de receptie. Terwijl minister Poma de initiatiefnemers van harte feliciteerde. De reuzen werden door de Peter-minister Poma overvloedig met confetti gedoopt, waarna ze onder massale belangstelling hun eerste stappen in de wereld van de Abdijstraat zetten.